Mijn hele leven is gewoon breakdance. En ik zou me ook niet voor kunnen stellen hoe het zou zijn zonder breakdance. Eigenlijk kun je Lorenzo omschrijven als de Messi of Ronaldo van de breakdance in de jeugd. Ik zou mezelf natuurlijk nooit een goede breker noemen, want er is altijd iets wat beter kan. En als ik naar mezelf terugkijk, dan denk ik ook altijd, oh, dit moet echt veel beter of dit is niet goed. Maar of ik een goede b-boy ben, dat zou je aan andere mensen moeten vragen.